Mensen, let echt goed op, want als inderdaad Rockefeller zegt dat dit een van de redenen is waarom hij extreme succes uh, heeft gekregen, dan zou het wel echt belangrijk zijn. Dames, heren, leuk dat jullie er zijn. Gloednieuwe serie, boekenclub. We gaan vandaag 38 letters van Rockefeller to his son bespreken. Mm -hmm. Ja, leuk. Ja man, ik vond het uh, heel interessant. Ik heb de founders aflevering gecheckt. Mm -hmm. Uh, Rockefeller, ik denk dat iedereen de naam ook wel kent. Maar wat hij precies deed, wie die was en dit soort lessen, ik denk dat heel weinig mensen daarover hebben gehoord. Precies, en dit is echt een boek waar ik echt obsessief mee ben geweest de laatste maand. Um, ik denk dat ik ook wel een kleine samenvatting zou geven wie Rockefeller was. Dat is misschien wel handig. Ja, ja ten eerste, uh, als jij denkt. Ik trouwens, je kan jou nu al echt gewoon met zekerheid vertellen: iedereen als je dit leest, koop het boek. Maar als je overtuigd bent om het boek te kopen aan het einde van de aflevering, dan zal je ook wel realiseren dat we niet alles konden bespreken in deze aflevering. Mm -hmm. We hebben twee brieven gekozen van de 38, 38 ja. dus um, ja, uh, kleine samenvatting: wie is Rockefeller? Die doe ik trouwens echt even uit mijn hoofd: <laughs> Rockefeller begon heel armoedig, eindstand overleden met een netwaarde van ongeveer 300 miljard... als je inflatie berekent. Ja, dat is dat gewoon... 300 miljard. Elon Musk Bill Gates bij elkaar. Uh, 80% van alle olie wat geproduceerd werd in Amerika... was van hem. Uh, hij had gewoon een hele monopolie over het spelletje. Uh, en ja, hij was heel erg arm, opgevoed. Hij heeft ook een verhaal, wat echt super grappig is... is dat uh, hij moest uiteindelijk op de schoolfoto... en tijdens de schoolfoto... Uh, liet de fotograaf hem niet in de foto staan, omdat hij vond dat zijn kleding te arm was. En wow. toen op die dag had hij besloten. Dat hij uh, de rijkste man van Amerika zou worden. En dat heeft hij uh, heel succesvol gedaan. Dat hij ook echt de keuze heeft gemaakt van ik ga dit doen en dat hij dat toen al zei. Ja, mm -hmm. dat is ziek. En dat komt ook terug in die brief, een beetje. Hè, dat het echt opzettelijk was. Ja, alles Geen wat hij was. heeft gedaan is echt opzettelijk. Hij heeft ook echt zo'n motto van geluk is gecreëerd. Je ziet ook heel erg een uh, correlatie tussen zijn mindset met die van een Alexander de Grote of een Napoleon. Mm -hmm. um, dat gevoel van uh, het lot is in mijn handen. Ik creëer geluk, ik, uh, ja, ik, laat, het niet, ik laat de hoop zeg maar, niet achter van uh, ja, geluk, ja, kans. Hij laat er niet over aan de kans, inderdaad. Precies, ja, precies. Ja, ja. En wat het indrukwekkende van dit boek is... is je kan het eigenlijk zien als Meditations mm -hmm. van Marcus Aurelius... maar dan een wat nieuwere versie... Het zijn gewoon echt gelekte brieven. Dus hij heeft gewoon brieven naar zijn zoon als advies. Hè? Mm -hmm. Dus je kan het gewoon zien alsof jouw vader jouw brieven stuurde. Alleen jouw vader is waarschijnlijk geen 300 miljard waard. Helaas niet. <laughs> Helaas niet, inderdaad. Of misschien juist gelukkig niet. Uh -huh. um, maar ja, jouw vader die schrijft jou dus geheime brieven mm -hmm. met advies. En die brieven kunnen wij dus gewoon lezen. Mm -hmm. uh, heel veel um, ja, verhaaltjes worden erin verteld. waarvan je denkt. What the fuck? Dit hoor ik ook niet te lezen. Bijvoorbeeld dat die. Um, Brief heeft met uh, JP Morgan, die kennen we allemaal van de bank. Ja. Um, dat hij um, niet echt fan was van Andrew Carnegie, <laughs> die kennen we ook allemaal. Dat is de hoofdrolspeler uh, van uh, Think and Grow Rich, een van de grootste zelfontwikkelingboeken denk ik. Um, maar ja, laten we daar niet veel te diep ja. op ingaan, want anders zijn we tot. morgen... Oh, ik kan echt <laughs> tot morgen praten over Rockefeller, dus laten we dat niet doen. Um, ik wil dus beginnen met de eerste brief, en dat is brief nummer 18. En dat gaat dus over je relatie met geld. Mm -hmm. Kijk, okay, ik ga nu even voorlezen. Uh, John is dus de naam van zijn zoon. Beste John, er zijn veel trieste verhalen veroorzaakt door wantrouwen en arrogantie. Net zoals er verhalen zijn van mensen die moeten rondkomen met weinig geld. Jaren geleden in de Fifth Avenue Baptist Church ontmoette ik een jonge man genaamd Hansen. Een eenvoudige tuinman die een moeilijk leven leidde. Misschien dacht meneer Hansen dat het een deugd was om in armoede te leven. Hij presenteerde zichzelf als een nobel persoon en zei tegen me, meneer Rockefeller, ik voel de verantwoordelijkheid om met u een kwestie te bespreken. Geld is de wortel van alle kwaad, zoals de Bijbel zegt. Op dat moment begreep ik waarom meneer Hansen geen affiniteit had met rijkdom. Hij putte levenslessen uit een verkeerd begrepen Bijbel, zonder dat hij het besefte. Ik wilde niet dat deze arme jonge man steeds dieper wegzakte in zijn beperkte denkwijze. Ik zei tegen hem: Jonge man, ik ben grootgebracht met verschillende christelijke principes sinds mijn jeugd. En heb ze als leidraad gebruikt, net als jij. Maar mijn geheugen lijkt beter te zijn dan de jouwe. Je vergeet namelijk dat er één woord voor de zin staat: liefde. Het is liefde voor geld dat de wortel van alle kwaad is. Ja. En dan een paar alinea's verder zegt hij iets wat mij echt heel erg hitte. En dat was, liefst, uh, liefde is het mooiste geschenk dat God ons ooit heeft gegeven. Maar een partner met veel geld kan liefde nog gelukkiger maken. En geld bezit die kracht. Als iemand zegt, ik wil geen geld, komt dat neer op zeggen, ik wil mijn familie, vrienden en landgenoten niet van dienst zijn. Hier hebben we het vaak over gehad. Ik ben er echt van overtuigd dat jij gewoon een morale obligatie hebt als man zijnde om financieel vrij te zijn. Je hoeft geen multitrilionair te worden, geen multibillionaire, geen 100 miljoen. Maar je moet wel gewoon je best doen om het beste te zijn in je vak, vind ik. Ja, er zijn een paar dingen inderdaad die je hieruit kan halen. Ik denk ook meteen het allereerste, iets wat ook heel erg. Um, wat ik ook heel vaak zie, is dat mensen dus. Je kan mensen dezelfde tekst geven. en ze kunnen het op honderd verschillende manieren interpreteren. Dus de mm -hmm. Bijbel is daar een heel mooi voorbeeld van. Rockefeller die haalt dus uit de Bijbel. liefde voor geld is de root of all evil. En die tuinman haalt uit de Bijbel. geld is de root of all evil. En dat kleine verschil is dus volgens Rockefeller ook. waarom hij arm is. en waarom Rockefeller zelf rijk is. Precies. Dat is toch ook al ziek. Ja, en je ziet ook best wel veel mensen. vooral ik ook om me heen. die wat ouder zijn, die zeggen altijd van. Uh, Geld is inderdaad de wortel naar hel. En um, je moet niet te veel achter geld nagaan. Geld is, maakt je niet gelukkig. Mm -hmm. Maar het soort van alsof ze bang zijn voor die verantwoordelijkheid of zo. Of dat het misschien zelfs een excuus is om geen succes te behalen. Ja, dat is inderdaad iets wat je vaak... Heel veel mensen hebben een negatief beeld. Meteen slecht. Mm -hmm. Terwijl je wilt toch juist... Dat jij veel geld hebt, omdat jij in jouw ogen daar goede dingen mee kan doen. 100%. Zo denk ik er vaak over. Ja, en dat is ook precies wat hij zegt: van het, de, zeg maar de liefde voor geld: dat is de route naar hel. Ja. En als jij weet: van ik kan met geld goede dingen doen, ik kan voor mijn familie zorgen, ik kan goed doen voor de maatschappij. Hij heeft echt honderden kerken gebouwd, bijvoorbeeld. Hij heeft de Rockefeller Center gebouwd. De, de, mijn vader zei dat hij er laatst als een heen was geweest. Mm. Dat zijn gewoon dingen die zo'n extreme impact hebben op de maatschappij: dat, het, dat is goed. Dat is niet, dat is niet duivels. Wat is dat, Rockefeller Center dan? Ja, dat is dus basically ik heb niet uh, even kan een soort museum of zo. Ja, volgens mij was het een soort van hele grote winkelcentrum. Ziek. Want je kan er dus ook schaatsen zijn, mijn vader. Is dit in? Waar is dit? Dit is in New York. Oh, um, ja, 19 commercial buildings, covering 22 acres. Ja, oh ja, er is ook een museum trouwens, heb je daar. Maar het is volgens mij echt gewoon een hele grote winkelcentrum waar je dus echt van alles hebt. Hij heeft echt wat achtergelaten, dat kan ja. je wel zeggen. Er is letterlijk ook een gezegde in het Nederlands, toch? Van mm. je bent echt een Rockefeller, of hij is echt een Rockefeller. Ja, als je gier... heel rijk bent of zo. <laughs> ja, dat is wel ziek. Is het dat je rijk bent of gierig bent? Ik weet niet zeker. Ik kan een van de twee zijn. Misschien dat je een geldwolf bent of zo, ja. Hmm. Maar ja, je ziet ook gewoon uit al die um, brieven terugkomen dat hij heel veel. Um, dat geluk is voor hem ook niet iets wat je krijgt. Dat is iets wat je creëert, toch? Hmm. Dus hij is ook gewoon een heel grote voorstander van echt dingen doen. En niet alleen maar plannen of praten en dat soort dingen. Oeh. Dus ook gewoon dat hij hier zo zegt van. Uh, over die tuinman die dan arm is. Ik denk dat daar ook iets diepers in zit. van Je doet eigenlijk niks met je leven. Weet mm. je wel. Niet alleen dat, het, dat hij de Bijbel anders interpreteert... maar ook gewoon hij respecteert mensen pas als ze echt dingen doen. Ja, en nee, nu ik. ga je een hele leuke route op. Dit is inderdaad zo. Um, Hormozy en Chris Williamson hadden het erover... in hun meest recente podcast. En uh, Rockefeller uit mijn hoofd had ook gezegd van... Um, action solves everything. Mm. Het is gewoon actie wat alles oplost. Niet het nadenken over het actie, niet het plannen van de actie. Actie is het enige wat ervoor gaat zorgen dat het opgelost is. En mm. je hebt inderdaad mensen die zo erg blijven vastzitten in dat plannen. Ik denk om dit te kunnen relaten met onszelf, is uh, bijvoorbeeld de podcast. Ik heb volgens mij al twee mensen gehoord die hebben gezegd dat ze een podcast zouden starten. En je wij ook. En in plaats van dat wij heel lang erover hebben gepland. Zijn we gestart met een iPhone, begonnen we TikToks te posten. hey het werkt. Uiteindelijk sparen. Hebben we één camera gekocht, nog meer sparen. Hebben we twee camera's gekocht. Maar het is allemaal actie gebeurd, niet in het plannen van nee, actie. In het, in, nee, in het plannen kun je dat soort dingen niet voorzien. Dat kan gewoon hm. niet, omdat je nog niet zo ver bent. Al, door actie kom je denk ik daar. Wat jij ook doorstuurde van ook hormozi en... Um, Chris Williamson, was ja. volgens mij dat ze het dus hadden over mensen... die de hele tijd willen optimaliseren, weet je wel. Van uh, hoe krijg ik het meeste uit mijn study sessions... of uit mijn slaap of uit mijn voeding of zo. En dat ze dan heel veel bezig zijn met ik moet dit en dit en dit... en dan al die alles wegen en zo, weet ik veel wat. Mm -hmm. Dat kun je beter gewoon aan de zijkant laten... en focussen op maximaliseren, toch? Mm. Dus gewoon zoveel mogelijk gaan studeren... in plaats van bezig zijn met hoe je optimaal studeert. Exact. Uh, Chris Williamson gaf ook bijvoorbeeld een voorbeeld van hij heeft een. Dit, dit kan je ook trouwens linken met perfectionisme. Daar kunnen we dan zo meteen over, uh, even over praten. Maar wat Chris Williams zei, Williamson zei is: als ik de perfecte Instagram-reels zou willen creëren, dan is er waarschijnlijk een kans dat die niet viral gaat. Maar als ik dan focus op 50 Instagram-reels creëren met mm. snelheid, dan is er een kans dat misschien 10 daarvan viral gaan. Ja. Want. Ook het ding bijvoorbeeld met podcast. Als jij dus zegt van ik wil een podcast starten. En je gaat dan plannen: van zo kan ik de beste podcast maken. Je kan dan niet plannen, want je hebt gewoon nog niet de ervaring om strategisch na te denken over hoe je de perfecte podcast creëert. Ja. Dat komt alleen door ervaring. Dat komt niet door bijvoorbeeld Google op te zoeken hoe start ik een podcast. Je kan wel de foundation kan je een beetje inzien. Maar het enige, je gaat niet echt heel ver kunnen groeien. Alleen met de research. Nee, 100%. Rockefeller die zegt ook tevens wel dat plannen belangrijk is, toch? Mm -hmm. Het is de eerste stap, maar actie lost alles op. Actie is hetgene waar, wat echt gaat zorgen voor verandering. En wat jij zegt, als je alleen maar plant... je kunt niet soort van uh, moeilijkheden gaan plannen. Want wat je dan probeert is uh, jezelf eigenlijk voor te bereiden... zodat je geen fouten maakt. Terwijl fouten maken juist iets goeds is. Ik weet toevallig uit mijn hoofd nog dat Rockefeller dat ook zei... van uh, fouten maken is goed zolang het geen gewoonte wordt. Ja. Maar ook echt gewoon benadrukken dat het goed is. Dat het, niet van het is niet erg, maar het is gewoon goed. zelfs. Ja, ja. ja want zijn zoon die was ook depressief geworden. Want die had dus heel veel geld kwijtgeraakt in de stockmarket... Tijdens een een of van de crash. Waarschijnlijk crash van wat was het 10 ja, of zo. Of zo ja. Ja. Um, en zijn zoon was dus depressief ervan geworden. En hij zei tegen zijn zoon: Ik ben blij dat je gefaald hebt. Qua, Dit zijn lessen die je meeneemt voor de rest van je leven. En daar hebben we het vaak over gehad. Als jij de perfecte persoon zou creëren. dan creëer je een persoon die extreem veel fout heeft gemaakt, extreem veel moeilijke dingen heeft moeten meemaken. Want dat is de persoon die uiteindelijk een karakter krijgt om wel succes te behalen. 100%. Dat was de eerste les die ik uit die Founders episode haalde. Hij zei: Mensen worden alleen maar succesvol door een strijd of struggles die ze in het verleden hebben gehad en door kansen te grijpen. Die twee dingen. Mm -hmm. Ja, want hij, dat is ook trouwens iets. Um, Rockefeller, inderdaad, dat waar mensen crisis zien, is waar hij opportunities ziet. Het ja, ja, ja. meeste geld wat hij volgens mij verdient, was ook tijdens de uh, American Civil War. Qua mm -hmm. ja, daar, want de, um, gaan we weer een beetje off schedule, maar ik denk dat mensen dit wel leuk gaan vinden. Is um, uiteindelijk uh, realiseerde hij dat heel veel bedrijven failliet aan het gaan was. En hij was de enige bedrijf die nog wel uh, een beetje winst aan het maken was. En hebben het nu over olie. Hij was vooral actief in de olie. He, daarnaast heeft hij geïnvesteerd, maar dat, dat ging dat niet heel lekker. Um, en wat zijn truc dus was, is om uh, bedrijven te kopen die bijna failliet aan het gaan waren. Waardoor die extreem veel groeiden. Dus waar hij eigenlijk zag. Maar hij crisis zag, zag hij opportunity. En dan praat, kunnen we nu ook een beetje move naar dat stukje van hoe krachtig imago is. Omdat hij altijd zo uh, gedisciplineerd was met het betalen van zijn. Um, um, Werknemers? Betaal, nee, betalen van zijn schulden. Oh ja. Vertrouwde banken erop dat hij um, al die andere schulden kon terugbetalen. Dus hij ging nog meer leerlingen trainen trekken. Nog meer leningen, nog meer leningen om al die bedrijven op te kopen, waardoor die uiteindelijk die 80% monopolie had over de oliebusiness. Ja, ja, ja. En dit was dit, zeg maar ook het moment dat hij, want hij had een paar grote concurrenten. Toch destijds ja. heeft hij ook in die civil war, soort van hun overgekocht. Uh, ik, ik weet niet precies of het tijdens de civil war was, maar in ieder geval wel door heel zijn leven door, eigenlijk ja. tot het heel pensioen was, was hij gewoon constant bezig. Met warfare gewoon. Ja. Hij zag ook echt het spelletje van business alsof Napoleon uh, het inzag om dan uh, weet ik wel, Rusland over te nemen. Ja, hij sprak ook toch echt in termen die ja. in de oorlog werden gebruikt. Ja, ja, ja. Zoals conquering en zo mm, en dat soort woorden. Ja, ja van uh, I want to conquer the enemy. Precies. En dat is ook het hele. Hij ging ook nooit voor de makkelijke enemy. Hè. Als er dan vijf waren, ging hij altijd voor de moeilijkste. Ja, hij was Omdat, wel heel ja. competitief. Heel competitief. Maar dat is ook weer een dingetje qua dan die extreme leningen die hij trok. Hier had ik het over in een recente YouTube-video van mij. Is hij nam die extreme leningen, maar daarnaast was hij ook extreem zuinig. Dus dan had ik bijvoorbeeld het verhaaltje verteld over dat hij naar de New York-fabriek ging. Toen had hij de keuze. Uh, sorry, toen zeiden de werknemers: van ja, we gebruiken 40 druppels voor een bepaalde chemische reactie. om dan uh, die deksels te maken van die oliedingen. Hij zei: waarom gebruiken we geen 48? Na nou, 48, toen ging het olie lekken. Toen ging hij 49 doen. En toen zag hij: hey, het werkt nog steeds. is dus één druppel. Maar die één druppel zorgde voor 2500 dollar per dag. Gewoon besparen. Dus dat soort kleine details zorgt er wel voor dat hij uiteindelijk geld bespaarde. Waardoor hij dus naar zijn concurrenten kon gaan en kon zeggen: Hey jongens, jullie zijn in battle met mij. Hij liet ook gewoon open zijn financiële boek zien. Kijk hoe echt in de groen staat. Ik weet dat jullie in de rood staan. Willen jullie echt deze battle met me aan? 99% zijn nee en de kocht is gewoon over. Heel ziek. Echt, echt heel Tactisch ziek. Dat ja. geniaal. Um, hij zag het wel als een wedstrijd. Ja. Hij zegt: ik, ik was hier, had hier ook een. Napoleon quote, als je alles doet, zul je winnen. En ik denk dat hij er ook zo over nadacht. Hij wil ja. alles gedaan hebben, ook qua voorbereiding. Hij wou niks overlaten aan geluk. Mm -hmm. ja, hij, hij heeft ook een quote in het boek waarin hij zegt um, dat er een te veel te doen is, maar tekort aan tijd. Waar <laughs> ja. heel veel mensen die zijn die verspillen zoveel tijd en die doen nog steeds niks. Terwijl er zijn ook gewoon andere type mensen die zeggen... nee, er is gewoon zoveel te doen, maar ik heb gewoon niet genoeg tijd. Ja. Het is gewoon two types of people, weet je wel. Precies. Um, brief nummer 9. die ging over zelfvertrouwen. Ik denk dat dat wel een belangrijk onderwerp is... omdat ik heel veel mensen om me heen daarmee zie struggelen. Ja. En ik denk, er um, zullen ook wel vast wat luisteraars zijn... en kijkers die hetzelfde hebben. En hij... hij, hij <kwijnt> um, Dankzij zijn succes eigenlijk ook echt aan het feit dat ja. hij zoveel zelfvertrouwen had. Dus ja. Dat is wel interessant. Precies, dus mensen let echt goed op. Want als inderdaad Rockefeller zegt dat dit een van de redenen is waarom hij extreem succes uh, heeft gekregen, dan zou het wel echt belangrijk zijn. En ook heel veel andere mensen, Napoleon ook en zo. Um, ik heb met veel mensen gesproken die gefaald hebben in hun onderneming. En talloze redenen en excuses uh, voor falen hebben gehoord. Wanneer deze personen spraken, zeiden ze vaak onbewust: Eerlijk gezegd dat dacht ik niet dat het zou werken, of ik voelde me ongemakkelijk voordat ik begon. Eigenlijk is het niet al te verrassend dat dit mislukt is. Een houding aannemen van: ik zal proberen, maar ik denk niet dat er resultaat zullen zijn, leidt uiteindelijk tot mislukking. Ongeloof is een negatieve kracht. Als je het niet eens bent of twijfels hebt, zul je allerlei redenen bedenken om je ongeloof te ondersteunen. Argwaan, <laughs> wat is dat voor een gekke woord? Mm. Argwaan, ongeloof, de neiging om onbewust te falen en het gebrek aan verlangen om te slagen zijn de belangrijkste oorzaken van falen. Als je twijfelt, zul je falen. Als je in overwinning gelooft, zul je zeker slagen. Het niveau van zelfvertrouwen bepaalt het, nu bepaalt het niveau van prestatie. Middelmatige mensen die dagelijks leven met de overtuiging dat ze niets kunnen bereiken, zullen slechts een kleine beloning krijgen. Ze geloven dat ze een grote dingen kunnen bereiken. Dus kunnen ze het echt. Het. Mm -hmm. It, dit doet me ook denken aan wat Russ zei in It's All in Your Head. Van. En moet een bepaalde, je moet door het leven gaan met een bepaalde illusie dat je echt gelooft dat het kan. Ook al gelooft de hele wereld niet dat je het kan. Want je zit in het begin van je carrière vaak in zo'n positie dat je hebt nog geen bewijsmateriaal Het enige wat je hebt is je passie en ambitie. Dat's it. Mm -hmm. Je hebt niks meer om te geven aan de mensen. En je zou er dan ook echt niet vanuit kunnen gaan dat mensen je gaan geloven wanneer jij zegt: Ik kan puntje, puntje, puntje behalen. Maar dat is dan waar dat hele idee komt van extreme zelfvertrouwen. Bijna denken dat je goddelijk bent. Bijna denken dat het onmogelijk is voor jou om te falen. Dat heb je nodig. Want anders ga je niet door die moeilijke tijd komen van dat heel veel mensen zeggen. Denk je dat het gaat lukken? Dat, toch? Ja, ik, ik denk dat dit de fundatie is, de structuur waar je op gebouwd moet zijn. Mm -hmm. Diep van binnen, maakt niet uit waar je aan begint, of het een studie, een bedrijf, een relatie of zo. Diep van binnen moet je vertrouwen hebben in dat het gaat werken. Anders dan valt het gewoon, denk ik, toch? Ja. En wat je ziet bij uh, Rockefeller's, dat hij dat op jonge leeftijd al had. Als arme jongen zei hij dat al, hij sprak het al uit. Nou, geloof ik niet per se in affirmaties en zo, maar um, toevallig, we hadden het net heel kort even over. En uh, Mark Andreessen, ik wil niet te veel andere mensen erbij pakken, maar hij zei iets wat hier precies op aansluit. En dat is: het um, is eigenlijk een loop. Je hebt perceptie op de realiteit verandert je realiteit. En je realiteit verandert weer je perceptie op de realiteit. En <laughs> dat klinkt misschien heel trippy, maar als jij dus de wereld echt ziet, alsof in zijn ogen bijvoorbeeld, alsof je een goede rapper kan worden, dan ga je ook leven als een rapper. Wat uiteindelijk je realiteit verandert in het feit dat je een succesvolle rapper bent, wat dan weer jouw blik op de realiteit verandert. Ja. Mm -hmm. En je moet delusional zijn om dat te kunnen. Je moet daar ergens, ja, maar is het delusion? Dat is het de is, vraag. Het is alleen delusion als je het niet haalt. <laughs> dat is het hele ding. Qua... De, ja, dat is ja. de vraag. Het, dat, dat is basically delusion als je het gewoon niet haalt. Maar als je het wel haalt, dan is het er van oh. Hij heeft het gewoon manifesteerd. Want als je erover nadenkt, gewoon los van alle gevoelens en dat soort dingen, als je dus doet wat hij zegt, je onderneemt alle acties, je doet meer dan al je competitie, um, dan is de kans ook daadwerkelijk gewoon echt groot dat het gaat lukken in mijn ogen. Op mm -hmm. bijna elk gebied. Als jij pianist wil worden en je speelt twaalf uur per dag op de piano voor tien jaar lang en je doet alle stappen daarnaast om groot te worden, weet je wel, marketing en zo ja, ja. dan kan het bijna niet meer anders toch? Nee, basically oh je niet. Gewoon actie, zoals we net al hadden, action, souls, everything, plus een analysatie van hé, hey, dit kan ik verbeteren. Als je dat blijft doen en dan gewoon lang genoeg in het spelletje blijft, het kan bijna niet misgaan. Mm -hmm. Het kan bijna niet misgaan. En het verandert ook. Dat is ook iets wat Rockefeller zei van de manier hoe jij naar jezelf kijkt, dat zal ook bepalen hoe andere mensen naar jou kijken dat vormt een beeld wat anderen ook gaan zien zeg maar dus je gaat jezelf ook echt anders gedragen en zo dat is best wel gek ja er zit ook een bepaalde aura bij sommige mensen ja. ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren dit ook wel uh, kunnen begrijpen wanneer andere mensen zeg maar binnenlopen in een kamer dan merk je een bepaalde um, ik snap wel wat je als, bedoelt alsof ze er niet zijn of dat ze heel aanwezig zijn en zelfvertrouwen hebben van oh ja je kent hem niet, je weet zijn naam niet... maar je weet gewoon, hij heeft shit going on. Ja, dat is het verschil als iemand in de kamer loopt en zegt... Uh, leuk dat jullie er zijn of ik ben er, weet je wel? Ja. Jullie zijn er of ik ben er. Mm. Dat is het verschil. Hé, <laughs> hey, leuk dat ik er ben. Ja, snap je? <laughs> Lucky ja. um, Dit is ook wel een leuk stukje, want dit... Dit, <laughs> dit kunnen we ook weer relaten met onze bestie Steve Jobs. Uh, <laughs> eerst wat Rockefeller zei nog in dezelfde brief was... Ik herinner mezelf regelmatig. Je bent beter dan je denkt. Succesvolle mensen zijn geen superhelden. Succes vereist geen bovenmenselijke intelligentie. Het draait niet om geluk en er is geen mysterie. Succesvolle mensen zijn gewoon mensen die in zichzelf geloven en bevestigen wat ze doen. Verkoop jezelf nooit. Nooit goedkoop. Ja, dit, dit was iets wat ik uh, echt nodig had om te horen. Want dit doe ik nog wel te vaak, denk ik. Wat? Dat ik gewoon mezelf een beetje, ja hoe zeg je in het Engels, zeg je dan downplayen. Maar dat, dat je iets bereikt of zo. En dat mensen zeggen, hé, hey, wat vet en dit en dat. En dat je dan zegt, oh ja, het stelde niet zoveel voor. Weet je wat ik bedoel? Ja. Voor mijn gevoel doe ik dat toch wel iets te vaak. En dan, als je dat ook zelf, jezelf aanpraat, ga je dus ook geloven dat je niet zo. Uh, niet zulke goede dingen hebt gedaan. En dat je niet zo goed bezig bent. Klopt. Maar het is, dat komt ook wel, denk ik, uit hongerigheid voor meer. Ja, dat, het, maar we hebben het daar ook vaak over, inderdaad. Ja, het, ik denk niet per se dat het komt omdat je niet denkt dat je het niet goed hebt gedaan. Ik denk dat het gewoon meer komt omdat je weet dat je meer kan. Dat is het. Maar ja. het is ook wel belangrijk om gewoon die wins zelf um, ja, sowieso te vieren. Maar wat mij het meest opviel van die quote is dat hij zei. Um, Succes verrijst geen. Uh, sorry, deze. Ja. Succesvolle mensen zijn geen superhelden. Succes vereist geen bovenmenselijke intelligentie. Het draait niet om geluk en er is geen mysterie. Want Steve Jobs, die zei: het leven kan zoveel ruimer zijn zodra je één eenv eenvoudig feit ontdekt. Alles om, om je heen, dat je leven noemt, is bedacht door mensen die niet slimmer waren dan jij. En je je kunt het veranderen, je kunt het beïnvloeden, je kunt je eigen dingen creëren waar anderen gebruik van kunnen maken. Het, het, dat is echt gewoon iets wat zo waar is. Want alles wat. Natuurlijk, je hebt mensen, zoals de week en Elon Musk, die gewoon extreme IQ hebben, maar het, heel veel dingen waar wij naar opkijken, zoals bedrijven of. Inventies die zijn niet eens per se gecreëerd door mensen die echt extreem veel slimmer oh, zijn. 100% en dit is iets wat ook een beetje problematisch kan zijn, denk ik. Ook mm -hmm. vooral omdat wij veel succesvolle mensen bespreken uit boeken of uh, ja, we hebben het veel in YouTube-videos over. Op een bepaald punt ga je dat soort mensen een beetje romantiseren in je hoofd, alsof zij inderdaad zijn geboren met iets wat mm -hmm. jij niet hebt of zo weet je wel. Ja. Terwijl eigenlijk zijn het gewoon doodnormale mensen die iets heel geks hebben bereikt. Maar puur het feit dat zij dit hebben bereikt betekent niet dat zij opeens iets hebben wat jij niet hebt. Weet je wel? Mm -hmm. Als, hij, als Steve, jo Steve Jobs nooit Apple had uitgevonden, was hij dezelfde persoon geweest. Hij heeft alleen gewoon de acties genomen om het uit te vinden. Dus waarom kan iemand anders het niet? Weet je wel? Precies. En wat mensen ook vaak niet inzien is dat die persoon zoals Steve Jobs ook echt tering voor heeft gefaald. Ja. En dat zijn, daarom is biografieën lezen... of in ieder geval documentaires over iemand zo belangrijk... omdat je dan niet alleen in de wind ziet Klopt. Als je alleen maar artikels gaat lezen... dan zie je vaak alleen maar van... oh, dit zijn vijf dingen die Steve Jobs... Uh, vijf geniale acties ja. van Steve Jobs bijvoorbeeld. Maar dat zie je niet. Dat, 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 dat is niet heel zijn leven, zeg maar. Ook in het boek Zero to One zegt Peter Thiel ook van... succesvolle mensen, dan... Als iemand eenmaal succesvol is geworden... dan gaan we allemaal kijken naar unieke dingen van hun. En dingen mm -hmm. die opvallen. Dus Steve Jobs' Mac Of dat hij naar India ging. Of dat hij alleen maar appels at voor een tijd. Terwijl er zijn ook gewoon heel veel mensen die niet succesvol zijn... die rare dingen doen, weet je wel. Mm -hmm. En dan, dan laten we het dus lijken alsof hij succesvol is geworden door die dingen. Ja. Terwijl er zijn superveel mensen op de wereld die allemaal rare shit doen... die geen succes hebben bereikt. Dus het is ook een beetje gek. Je kan het niet per se relateren aan succes of zo. Ja, je kan ze een beetje romanticiseren. Die serie, inderdaad. Heel erg. Heel heel erg. Het ja. um, het, ik denk dat het belangrijkste van wat Broker verder zei was dus dat je extreme zelfvertrouwen nodig hebt. Mm -hmm. En dat is mijn vraag aan jou van hoe bouw je zelfvertrouwen denk jij? Of hoe heb jij jouw level van zelfvertrouwen opgebouwd? Ja, ik denk dat het alleen maar kan komen door jezelf bewijzen. Dus uh, we hebben het hier ook met Elian, de psycholoog, over gehad. Mensen die dus depressief zijn bijvoorbeeld, dan geef je ze kleine oefeningen die ze gewoon uh, af moeten maken, succesvol af moeten ronden. Dat kan al zijn. Maak je bed op, uh, ruim je huis op, ga naar de sportschool, bel een vriend. En als je dat doet, dan bouw je al zelfvertrouwen En Kijk, natuurlijk, ik probeer dat dan met wat andere dingen te doen, maar ik probeer gewoon doelen te zetten en ze na te komen. Ik denk dat dat zelfvertrouwen bouwt. Mm -hmm. Ja, het is een moeilijk concept, maar ja, dat denk ik. En uh, voor jou? Ik denk ongeveer wel hetzelfde. Qua zelfvertrouwen komt niet door in de spiegel te zeggen: Van ik hou van mezelf. Zelfvertrouwen komt gewoon puur door actie. En je beloftes nakomen. Want als jij. Er is zo'n theorie in psychologie. Het heet zelfstory. En basically. Um, we hebben allemaal onze eigen. We hebben allemaal een idee hoe wij denken over onszelf. Um, en Steven Barrett, die schreef er ook over van als jij identificeert als iemand die gymt en jij gaat dan een dagje skippen omdat je denkt dat je die dag niet een goede gymsessie kan hebben, dan gaat dat tegen je self story in. Um, dus loyaliteit hebben aan je self story dat zorgt denk ik voor zelfvertrouwen. Dat is wel mooi verwoord ja. ja. Maar omdat ze, maar dat, dat is dan voor ons. Maar Ik zit dan te denken, oké, okay, als je echt op een moment je bent gewoon depressief, mm -hmm. je bent dik. Mm -hmm. Hoe komt die persoon eruit? Hoe komt zo'n persoon, zeg maar, ja. uit dat gat? Wat ik, denk jij? Ja, het ding Waar is, begin je? Ik heb nooit. Op oh. een rare manier heb ik altijd, zeg maar, het gevoel gehad dat ik gewoon waardig was om te, extreem veel te bereiken. Ik denk dat het ook wel komt door opvoeding. Mijn moeder zei ook altijd van you're gonna rule the world. Dat was ja. haar dingetje altijd wat ze zei voordat ik ging pitten. Dat helpt heel ja. erg als je dat van jonge leeftijd al hoort mm -hmm. inderdaad. Ja. Maar als je al heel je leven een loser bent geweest. En je hoort het ook bijvoorbeeld van je ouders, je gaat ja. nooit wat bereiken. Dat er zijn mensen die dat hebben. Ja. Ik denk dat uiteindelijk dan kom je weer op dat idee van emotie: van wanneer de pijn van zo blijven mm. groter is dan de pijn van verandering, dan ga je uiteindelijk wel veranderen. Ja. Ik denk dat het dat is. Dus als jij nu nog depressief bent en nog steeds geen actie wilt ondernemen, dan ben je waarschijnlijk nog niet depressief genoeg. <laughs> ja. Op een hele gekke manier. Uh, ja, dus je motivatie kan komen uit angst of uit een kutgevoel. Van een negatieve kant, dat is dan dat. Dat je je niet hmm. kut genoeg voelt of het kan komen uit een verlangen, zeggen ze toch. Dat je iets heel graag wil. Ik denk ook dat dat ja. kutgevoel sterker motiveert dan dat verlangen, sowieso. Maar ik denk ja. op het moment dat je echt depressief bent, dat je dus ook. Doelen wil zetten, uh, maar dan gewoon niet in één keer te grote doelen. Want mm. dan ga je ze niet halen en dan werkt het juist averechts. Dan ga je juist alleen maar minder zelfvertrouwen bouwen. Van kut, zie je wel, ik heb weer niet gedaan wat ik wou doen. Ja. Dus dan is het misschien in kleine stappen dat, dat echt bouwen. Want ik geloof echt, als jij dus uh, 30 kilo boven het gewicht zit dat je graag wil wegen en je bereikt uiteindelijk je doelgewicht, mm -hmm. dan is toch niks wat meer zelfvertrouwen bouwt dan zoiets, weet je wel. Mm -hmm. Of uiteindelijk dat doel halen in je business of wat dan ook. Ja, het heeft voor mezelf, weet ik niet zo goed. Want ik weet dat als ik wanneer ik doelen heb en ik behaal die, dan is het altijd van oh, wat ze volgende? Ja, het is je, wordt er bijna niet trots op of zo. Want mm -hmm. dat is ook wat Andrew Carnegie zei, en die zei: De um, end is de beginning. Dus wanneer je het einde hebt gehad, ga, begin je gelijk weer. Rockefeller schrijft ook in dat is, ook fucking Andrew Carnegie in dat boek helemaal de Het zegt echt grappig als een biljonair zeg maar een rap belt te hebben, <laughs> weet je wel. Echt geniaal. Maar, maar dat is ook wat hij... Want hij zegt hier dus ook, verkoop jezelf nooit goedkoop. En dat is dan wel wat wij een beetje doen. Wat ik net ook zei van, uh, je hebt het doel behaald. Maar dan zeg je gewoon van ja, het stelt niet zoveel voor. Ik wil dit en dit en dit. Mm -hmm. Maar hij zegt dus eigenlijk soms moet je daar dus wel jezelf even aan herinneren dat dat misschien bouwt dat wel wat zelfvertrouwen. Ja, herinneren, maar dat is ook het ding. Want bijvoorbeeld uh, met hardlopen, wat ik heel erg merk voor mezelf, is uh, als ik even moe ben of in een dip zit en je, je moet nog twee kilometer of zo, dat het herinneren van prestaties van daarvoor heel erg werken. Ja, toch? Ja. Dus dan denk je na over wat je vorige keer hebt gedaan. Of toen het nog zwaarder was, toen het regende, toen je nog meer moest doen. Precies, qua, na die ene keer dat ik in Zwitserland had hard gelopen, voelt, is nu. Kan ik dat zo erg als bewijsmateriaal gebruiken. Van je hebt het al eerder gedaan, toen kon je bijna niet ademen. Toen je? ben je ook doorgegaan. Dus wat is ter vergelijking van nu, je bent jezelf alleen maar gek aan het maken. Dus inderdaad, het bewijsmateriaal. en dan inderdaad jezelf bewijzen. van dat je dat ooit hebt behaald. Want dat vernietigt dat hele excuus dat je iets niet kan. En zelfvertrouwen, geen zelfvertrouwen hebben. Is dus eigenlijk, staat misschien gelijk aan geloven dat je dingen niet kan. Mm -hmm. um, en op het moment dat jij denkt. stel je voor, een depressief iemand, overgewicht, kijkt dit. die heeft ook veel dingen gedaan in zijn leven. waar die. Uh, niet van het verwachten dat het zou lukken of gewoon trots op kan zijn. En als je daarin denkt, ja, ik denk dat dat kan helpen. Er moet vast wel iets zijn. Er moet, ik kan niet geloven dat je heel je leven ja. alles, alles, alles hebt gedaan wat loserachtig is. Er Allee. zou vast wel iets zijn wat soort van een W in jouw boek was. Moet, moet, moet. Het is alleen uh, moeilijk dan om te vinden, moeilijker ja. om te vinden. Maar je kan het vragen aan mensen. Andere mensen kunnen dat dan misschien beter zeggen. Alleen je hebt ook mensen die dan met de filosofie komen van soms is, dat zijn Mark Soms is leven op zichzelf al een daad van moed. Maar daar geloof ik dan weer niet in, of zo. Maar nou ja. ja. Als je depressief bent. Ja, ik kan En je ook hebt niet nog geen praten. zelfmoord gepleegd. Dat betekent dat je nog steeds denkt dat je reden is om hier te zijn. Dat, de, ja. Dat ik ben is geen waar. psycholoog, dus ik kan het ook niet. Dat is waar. zeggen uit. Um, uit goed onderzoek, maar dat is gewoon hoe ik op dat is hoe het in mijn hoofd zeg maar klikt. Qua als jij ja, nog leeft en je bent ja. depressief, dan en je hebt het nog niet beëindigd, dan zou er wel iets in je moeten zitten van ik denk dat dit nog wel kan veranderen. Ja, maar voor de mensen die dus gewoon uh, die niet depressief zijn en zo, kan je er ook wat uit halen. Dan is mm -hmm. het gewoon denk gewoon na over wat je al eerder hebt gedaan en. Uh, ja, ja. Um, ik, want ik zocht ook naar een antwoord van Rockefeller in het boek... maar hij had niet echt een duidelijk antwoord gegeven over zelfvertrouwen. Hoe je dat bouwt. Ja, omdat ik denk ook bij hem dat het ook gewoon een beetje uit zichzelf kwam... net als misschien ook een beetje bij ons. Dus dan ja. weet je ook niet heel goed een stappenplan. Maar wat hij zei, wat er wel een beetje op leek... en dit was dan uh, meer uh, zelfvertrouwen om goede businessonderhandelingen te doen... hij zei kennis vergaren, controle behouden en de concurrentie evalueren, zijn wat je zelfvertrouwen opbouwt en je zal helpen om het hoogste doel van overwinning te bereiken. Dus concurrentie evalueren dat is eigenlijk de goed voorbereiding dan. Dus als je dan even nu uit die depressieve kant stapt en dan stapt naar iemand die gewoon zelfvertrouwen nodig heeft om een eigen bedrijf te starten, ik gewoon hele goede analysatie. Um, dat, dat helpt. Bijvoorbeeld ook als je een schoolpresentatie hebt. Dat voorbereiding dat geeft wel een bepaalde rust. Als ja. jij een uurtje van tevoren bent begonnen, geeft onrust. Ben je op tijd begonnen? Geeft Dit rust. was. Ja, we zeiden net is eigenlijk, plannen is gevaarlijk. Maar nee. hij heeft ook een quote en daar zegt hij in, uh, plan boldly, execute carefully ofzo. Hmm. Dus uh, dat is in het Nederlands staat plan doortastend, voer zor zorgvuldig uit. Dus in je planning kan je wel gewoon echt. Uh, grootse doelen zetten en echt diep gaan, weet je wel. Als je maar voorzichtig de uitvoering doet. Ja, 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 ja want Rockefeller was ook gewoon... Hij droomde extreem groot. Ik bedoel, als jij een arme jongen bent... je hebt een netwaarde van, wat zou het zijn? Fucking 1 dollar of zo. Hoe durf je dat te dromen? Hoe dan? durf je dat te dromen? En dan, en dan moet je nog steeds... want je weet dat je alles te verliezen hebt... moet je het wel tactisch zorgvuldig uitvoeren. Wat hij ook heeft gedaan. Maar hij wel heel bold die, die plannen... Uh, uh, opgeschreven, ja. Elke keer als een nieuw bedrijf een nieuwe olie mag ding overkocht dan kon het fout gaan. Dus ja, 100 um, Ik heb ook drie vragen van kijkers. Ja. want ik weet, hebben we dit trouwens verteld of zijn, ze hebben ze dit voor overgeslagen? Dat we hebben een boekenclub gestart. We kunnen het nog even één keer vermelden. <laughs> ja, dat is wel ja. handig. De reden dat we dit zeggen is omdat dit boek hebben we samen met iets van tien mensen gelezen. Um, in januari. In februari lezen we Zero to One van Peter Thiel, waar we het net ook even over hadden. En elke maand kiezen we dus een nieuw boek. Mm. En elke keer maken we dus een aflevering over het boek. Iedereen die... Uh, het boekclub is sowieso gratis. Jullie weten, we vragen nooit geld voor shit. Um, en ja, gezellig. Je krijgt ook gewoon het gratis boek in de WhatsApp groep erbij. Dat regelen wij natuurlijk. Dat regelen we. Ik weet niet hoe, maar. <laughs> gewoon, ja. Hé, <Hey>. appliete <laughs> <Ja>, ficht. <laughs> ik kan er niet over zeggen. Maar je kan het boek checken. En als je vragen hebt, uh, of dingen die wij moeten bespreken in de podcast over het boek, kan uh, je die ook gewoon uh, aan ons vragen. Ja, precies. Uh, ik zet de uh, groep link, WhatsApp link, zet ik gewoon in de bio. Yep, yes. uh, ja. Waar je het niet mee eens bent. Dit vond ik wel moeilijk. Hè? Mm -hmm. Ja. Um... Want ik heb meerdere gedachten daarover. Want... Ah, je kan bepaalde dingen die hij zegt ook een beetje te letterlijk nemen of verkeerd opvatten, ja. Mm. Heb jij iets wat meteen naar boven kwam? Ik heb wel iets kleins. Ja, zeg nou ja, ja. je weet het van mij, maar hij is gewoon heel erg um, gefocust op de competitie. Dus heel erg wat ze noemen een zero-sum game. En dat betekent eigenlijk, als iemand een stuk van de taart neemt, dan uh, blijft het nog maar een beperkt deel over. En in zijn industrie was dat denk ik ook wel het geval. Alleen ik denk dat er genoeg is voor iedereen. Zo denk ik nu wel echt. Ja, um, die kant begrijp ik, maar ik wil de beste en de grootste en nummer één zijn. Mm -hmm. Maar er zal vast wel nog genoeg plek voor iedereen zijn. Maar we weten wat de statistieken zeggen. Je kan maar maximaal van drie favoriete podcasts hebben. Dus er kunnen nog twee mensen zijn die misschien onder ons zitten. Maar voor <laughs> de rest, fucked. ja fucked, weet je wel? Ja, het ligt eraan hoe diep je erop je ingaat. Maar om dan te zeggen van... het is niet waard om een podcast te beginnen... of alle andere podcasts moeten stoppen... Mm -hmm. Zo denk ik dan weer niet, per se. Ja, want dat is misschien ook wel een dingetje waar ik het dan niet mee eens ben met, met Rockefeller. Is dat hij zei dat de tweede plek geen waarde heeft? Ja, en hij staat dan kan gelijk je, aan de ja, laatste plek. Ja. Uh, de geschiedenisboeken zeggen misschien wel dat het zo is. Want denk even na: nou, wie was uh, tweede plaats bij Usain Bolt? <laughs> Niemand weet. Ja, God knows. Ik heb ja, geen flauw idee. Ook zo, is ook zo. Maar en... het betekent niet dat diegene. Uh, die waarschijnlijk het in een of ander arme Afrikaanse village niet wat ziek heeft bereikt. Het is gewoon meer dat wij misschien zijn naam niet kennen. Maar ja, het moet, ik denk dat hij nog steeds wel trots kan zijn op zijn um, record. Ik ga nu ook echt vol vanuit dat nummer 2 ook uit Afrika komt. <laughs> 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 <Ja. lacht> ik, 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 ik kan echt bijna mijn geld erop wedden, <laughs> uh, Ik weet het trouwens, volgens mij was hij Amerikaan, toch? Uh, African kunnen waarschijnlijk. Ja, dat wel. Maar uh, was dat niet. Uh, hij het, uh, ik weet niet. Ik ben heel benieuwd. Als ik nu gelijk heb... Mm. Oh, wacht, ik krijg nu Bolt als een taxi-bold. Ja. Zelfs Usain Bolt is uitgeschiedenis gefeit ja. door een bedrijf. Even kijken hoor. Kijk, hij komt niet eens om een scherm. Ja, dat zet, dit zegt eigenlijk al genoeg. <laughs> maar dat is, je gaat er dan soort van wel in met het idee dat je niks kan bijdragen aan de wereld als je niet ermee in wordt. Met een sportwedstrijd is dat natuurlijk anders. Maar er zit nog steeds wel gewoon een waarde. Johan Blake. Blake, dat is een Amerikaan toch? Ja. Want zeg maar, oké, okay, wie is nummer één? Apple? Van, van alle bedrijven, wie is nummer één? Apple, ja. Microsoft, Amazon. Oké, okay, is misschien debatable, maar laten we zeggen dat. Oké, okay, uh, maar dan een Apple en een Samsung. Samsung ja. staat nummer twee, maar het heeft nog wel een bepaalde waarde, omdat voor die 40%, 40 van gebruikers van de wereld hebben 40% wel gewoon een fijne experience. Precies. En uh, Samsung kan nog steeds innoveren en dingen veranderen en zo. Mm. Dus ja. ja. Maar dat is dus denk ik vooral in de wereld... Voor hoe, zeg maar, hoe, het, hoe de bedrijfswereld en het landschap er nu uitziet. Mm. Maar destijds, uh, vooral in die olieindustrie... De, dan was het misschien wel wat anders. Um, ja, ik bedoel, voor Rockefeller was er ook niet per se monopolies. Het kan wel. Je hebt, je hebt gewoon één iemand... Niet gewoon zo'n hongerigheid het is wel leuk, want uh, in Zero to One gaat het ook over monopolies dat je dat wil creëren. Dat je dat wil creëren, ja, precies. Hij zegt, Dat wil je ja, ja. Want wie is in competitie met PayPal? Ja, hij zegt gewoon: je maakt het makkelijker voor jezelf door monopolie te creëren. Want waarom zou je als iemand op het strand Fanta verkoopt ook Fanta gaan verkopen en ja. niet gewoon je eigen lekker drankje maken? of Zo exact. Um, de tweede vraag is... draait het leven niet meer om, dan om succes? Na het lezen van dit boek kreeg ik... boyo oh na het lezen van dit boek <laughs> Na het lezen van dit boek kreeg ik het gevoel... alsof Rockefeller alleen maar daarmee bezig was. Um, ja, de, dat is het ding met dit boek. Waar je, je ziet alleen maar de brieven natuurlijk. Maar als je Titan leest... Ik heb Titan een beetje doorgelezen... en een paar podcasts erover gekeken. Uh, hij was ook al veel bezig met familie. Ja. Hij nam het ook al serieus... Um, het lijkt nu alsof je een workaholic was. Dat was het niet per se. Hij nam echt best wel veel pauzes door de dag. Hij deed ook middagdutjes en zo. Dus niet alles draaide om succes. Het draaide ook gewoon om zijn overall happiness. Alleen voor mensen zoals Rockefeller. En waarschijnlijk ook de mensen die nu luisteren. Want ik denk dat dat wel een beetje onze target audience is. Is je wilt waarschijnlijk extreme succes uh, krijgen in het leven. En dat geeft je ook geluk. Het werken, het. Uh, innoveren, het creatief zijn, dat geeft jou geluk. Voor Rockefeller ook. Rockefeller die vierde bijvoorbeeld niet zijn verjaardag, maar die vierde de job day. Dus de allereerste dag dat hij een baan kreeg, vierde hij voor de rest van zijn leven. Qua, dat, dat is gewoon waar hij blijdschap en passie voor krijgt. En ja, sommige mensen hebben dat niet en sommige mensen hebben dat wel. Precies. Dus nee, uh, het leven draait niet alleen maar om succes. Maar toevallig was succes voor Rockefeller een route naar geluk. Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat het ligt aan hoe je die vraag stelt. Uh, mm -hmm. draait, draait het succes alleen maar om geluk bij jou? Dat is denk ik de vraag die je moet stellen. En dat is voor, antwoord is voor iedereen anders. Ja, en dit kun je ook weer linken met het idee van, van geld houden: dat het slecht is. Ja, van geld houden is slecht, maar het geld hebben op zichzelf niet. Mm -hmm. Hetzelfde met succes. Succes hebben is goed, maar het moet niet zeg maar, heel jou personaliteit gaan veranderen en zo. Yeah. En voor hem, hij zag succes behalen ook als een soort van obligatie om gewoon voor iedereen te zorgen waar hij van hield. Daar kreeg hij waarschijnlijk ook geluk van. Van Rockefeller Center bouwen kreeg hij geluk van. Van honderden kerken bouwen kreeg hij geluk van. Van yeah. gewoon waardevol zijn voor de maatschappij, daar kreeg hij geluk van. En ik weet het lijkt nu alsof we echt een beetje aan het fanboy zijn op Rockefeller, want er zijn heel veel um, ook Heel veel, heel veel mensen denken ook slecht over Rockefeller, omdat hij natuurlijk een monopolie had gecreëerd. Mm -hmm. Ik denk dat dat gewoon mensen zijn die verliezers zijn en niet inzien. Er zijn, je hebt winnaars, je hebt verliezers, zo so be het. De andere olieondernemers um, waren gewoon niet tactisch en slim genoeg, zoals Rockefeller. Het zou, het zou ja. heel raar zijn om op zo'n punt te komen als Rockefeller en dat iedereen je dan mag. Dat kan niet. Nee. <laughs> Ik geloof je nee, niet. In. Precies. En hij heeft wel alles moraal juist gedaan. Qua, hij heeft nooit. Uh, Iemand onderbetaald. Hij stond juist bekend om zijn concurrentie op een goede manier te betalen. Dat iedereen gewoon op pensioen kon en zo. En alle, nieuwe, alle werknemers werden ook goed behandeld. Hij had echt een goede relatie met zijn werknemers. Dus moraal heeft hij juist gedaan, maar hij heeft gewoon dik gewonnen. En dat is waar denk ik de meeste kritiek vandaan komt. Ja, ja. Waarschijnlijk, ja, dat, dat is ook iets waar we het in Zero Two aan over gaan hebben. Maar iedereen die zo succesvol is geworden... wordt uiteindelijk door een groep mensen uh, gezien als de, als de vijand of de slechterik. Mm -hmm. Maar voor Rockefeller, wat jij zegt... Het staat er, hij staat er ook bekend omdat hij een goede vader was, toch? Hij uh, besteedde veel tijd met zijn vrouw, met zijn kind. Um, en ook iets wat veel werknemers hebben gezegd... is dat hij nooit boos was. Hij verloor nooit zijn temper en hij... Zijn nooit dingen in het moment die gemeen waren of wat dan ook? Wat best wel um, bijzonder is, denk ik, voor iemand in zijn positie. Als je dat vergelijkt met een Steve Jobs of een Elon Musk, die er bekend om staan mm -hmm. dat ze wel eens uitvallen tegen werknemers. Ja, dat is echt een. Kracht. Ja. Want hij stond ook in het spelletje van inderdaad concurrentie moeten kopen. En hij had dus uh, basically de skill gemasterd van niet emoties laten zien op je gezicht. Mm. Dus hij liet nooit zien wanneer hij blij was of wanneer hij verdrietig was in onderhandelingen en zo. Yes. Hij werd ook nooit boos in onderhandelingen. Extreme skill in poker, ja, hij was echt inderdaad. een goede zakenman. Qua onderhandeling, hij wist wat het idee dan, denk ik. Ja, en dat, dat heeft hij dus ook allemaal meegegeven aan zijn zoon. En ja. zijn zoon heeft het daarom de Rockefeller naam leeft nog. Ja, qua je ziet meestal naar wat is het gemiddelde: vier, vijf generaties verdwijnt het geld. Rockefeller zijn nog steeds. Als je nu iemand tegenkomt die Rockefeller heet... dan denk je wel even, holy shit. Yeah. Of die naam ken ik ergens van, of die is... Mm -hmm. die, die moet wel ook wel goed zitten. Ja, toch? je hebt geen arme Rockefeller. Nee. Alle Rockefellers zijn minimaal gewoon 100 miljoen Dat is toch waard. fucking ziek. Ja. Iets wat ik ook interessant vond, nog een beetje over... Uh, kijk, de vraag was eigenlijk, draait alles om succes? Maar dan denk ik meteen aan, hij was ook wel een goed persoon. En iets wat hij dus ook vertelt, is dat um, hij... Had het idee dat iedereen, ook in zijn bedrijf, een onzichtbaar bordje op hun hoofd had waarop stond: Waardeer mij. En ah. dat is eigenlijk een soort van teken dat hij ook goed was in het managen van mensen. Hij wou um, dat iedereen zich gewoon gewaardeerd voelde en hij wist dat dat het belangrijkste is wat er was. En dat mensen over 20, 30, 40, 50 jaar misschien zijn vergeten hoe het werken precies uitzag. Maar ze zullen altijd onthouden dat ze gezien werden en gewaardeerd werden. Dus daar hecht hij heel veel waarde aan. Hij begreep gewoon menselijke psychologie. Oprecht. Zo krachtig. Zo Oprecht. krachtig. En dat kun je niet alleen uit boeken leren. Dat is ook gewoon dat... actie ondernemen, ervaring. Rockefeller had echt niet deze skills toen hij 18 was. Hè? Dat is ook weer het ding waar we het net over hadden: met dat we iedereen zien als helden qua de mensen voor ons maar dit zijn al die skills die hun hebben zijn vaak aangeleerde skills het is niet alsof hij baby was en toen al Jeez. psychologie begrepen van de mens en dat iedereen gewaardeerd wil worden het zijn dingen gewoon die hij later had geleerd door heel vaak fouten te maken waarschijnlijk wel een paar keer boos te worden in de kantoor geen pokerfeest kon laten zien dus het is gewoon extreem belangrijk om dit soort informatie in te nemen te realiseren van hey dit is een van hun skills. Deze skill moet ik ook leren. En niet denken van... oh, hun heb ik die skill, die skill heb ik niet. Dus ik ben fucked. Yes. Want hun bedoel, hebben het ook aangeleerd. Hoe oud was hij toen hij dit schreef? Echt al... uh, Nee, nou ja, dat is het ding. Het, het gaat steeds van 40 tot echt... uiteindelijk oh, okay. Een van de brieven is hij echt 96 jaar oud ja, of zo. Daarom, dus het dat is ook dan wel, 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 wel heel achterdruk. gevarieerd. Daarom, um, ik wil ook een boek lezen over Charlie Munger. Die is drie hmm. weken geleden overleden. Ja. Dat is de partner van Warren Buffett. Of was de partner in ieder geval. En bij hun is het ook heel interessant, want wij zien nu oude opa's, maar hun hebben ook een heel leven gehad toen hun... Want hun werden pas succesvol toen ze 30-40 waren. Maar daarvoor hebben ze ook superveel geprobeerd, superveel gefaald. Dus dat ze ook, uh, en nu is het... Ja. Wij, wij, wij zien het ook als pas succesvol toen ze 30-40 waren, omdat ja. we nu zo erg om ons heen zien dat dat niet normaal is. Maar nee. ik denk als je de statistieken bekijkt, is dat ook wel... Uh, volgens mij worden mensen gemiddeld pas miljonair rond hun vijftigste of zo. Ja, nou laten we wel dat hij wat eerder... Laten hoop dat wij dat we gemiddelde wat omlaag trekken, ja man. Ja, we precies, laten het gemiddelde omlaag trekken. De uh, laatste vraag van de kijker was... Uh, Rockefeller zei dat je gierig moet zijn. Wat bedoelde hij daarmee, denk je? Um, ja, wat denk jij? Hij wil gewoon een monopolie hebben over de business... en hij zag gierigheid gewoon als dat jij de wil had om meer te uh, krijgen. En het liet zien dat je genoeg zelfvertrouwen had... om überhaupt gierig te willen zijn... Uh, maar wat dan extreem belangrijk is om, om wel te realiseren, is gierig zijn, maar wel moraalgierig zijn. Dus niet gierig zijn en van mensen stelen. Want wat heel veel concurrenten dus wel deden in die oliebusiness, was oliebandits, noemen ze het. Mm -hmm. En basically van die oliebandits, die gingen dus naar die oliefabrieken. En die gingen dan die locaties in de fik steken. Echt, zodat, van hun concurrenten. Ja, zodat ze dan goedkoop zouden kunnen overkopen. En dat wow. ze dan een monopolie. Gierig zijn op een manier wat moraal juist ja. is. Dat is wat hij daarmee bedoelde. Want hij had ook een paar principes. Ook eerlijkheid was een van zijn grootste principes. Dat mm. komt altijd terug. Yeah. Maar gierigheid is in mijn ogen ook wel van um, dat een ander iets niet mag hebben. Ik yeah. zie gierigheid altijd voor me als er eten op straat wordt gegooid en dan vogels. Dat yeah. komt daar ook van, toch? Van de aasgier. Dat vogels zo snel mogelijk zelf willen eten en niks voor de ander over willen laten. Maar mm -hmm. ik, ik weet niet eens of ook verder zo. Handelde. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Nou ja, het was gewoon letterlijk hem en zijn team tegen de wereld. Het was niet hem tegen de wereld, het was gewoon hem en zijn team tegen de wereld. Dat is, dat is ook al een verschil. Dat is ook een heel. Dan is het gierig voor je eigen team. Mm -hmm. en, uh, en hij behandelde zijn con concurrentie goed. En dit was ja. toch ook wat Alexander de Grote deed. Daar ja. was het zo interessant dat hij dan zo'n Persian king had overgenomen. Uh, nee, die Indische koning. Ja, jij weet daar meer van dan ik. Maar dat hij dan zo. Uh, wat moet ik met jou doen of zo? Zei hij toch. Ja, hoe heet hij ook weer? Dat ja, hij zorgde goed voor zijn concurrentie. Al had hij de battle gewonnen, betaalde die ze nog steeds goed en zo. Hoe heette hij ook weer? Oh ja, King Porus. Ja, Porus. King Porus. Basically, voor de mensen die het niet te vaal kennen, heel snel drainer. Alexander de Grote ging vechten in India. Hij ging dus vechten tegen Porus. Uiteindelijk won hij dus van Porus. Alexander vroeg aan hem van hey, hoe komt het dat jij dacht dat jij van mij zou kunnen winnen? Ik ben faro van Egypte. Ik ben de koning van Griekenland, Macedonië en Perzië. Ik ben basically gewoon de God. Ja. God die hier voor je neus staat. En toen zei hij van, dat dacht ik ook. <laughs> dat dacht ik ook. En dat liet gewoon ballen zien. En Alexander vond het zo tof dat hij hem ook gewoon weer. Um, uh, leider liet zijn van India, maar dan gewoon onder Alexander. Ja. Dat is ook een ding trouwens, die Rockefeller heel erg inzag. Qua hij won dan van zijn concurrentie, maar als hij zag dat zijn concurrentie goed had tegengevochten, mm -hmm. dan um, mocht, mocht zijn concurrentie ook voor hem werken. Mm -hmm. Dus hij. Hij recognized gewoon talent. Oprecht wat Alexander ja. de Grote deed. Precies. Hij neemt iets over, kijkt of er een goede CEO aan de top is. En dan zet hij hem weer ergens neer om voor hem te werken. Ja, 100%. Uh, dit is ook trouwens echt heel even off-topic. Maar dit is ook wat Warren Buffett zei. Qua um, een founder van een bedrijf, ik weet niet meer welke. Die vroeg aan Warren Buffett, want hij had dus heel veel moeite. Oh, niet Warren Buffett, Charlie Munger. Hij vroeg aan Charlie Munger: hey ik heb een probleem. Ik heb allemaal bedrijven, maar ik kan geen CEO vinden. Uh, hoe ging jij zeg maar om met nieuwe CEO's vinden? En toen zei Charlie Munger van kies iemand die het al eerder heeft gedaan. Ja. En toen vroeg die, die founder van ja, maar wat dan met talent spotten en zo? Laat het over aan de rest, zei Charlie Munger. Laat het over aan de rest. Qua herken gewoon mensen die het al eerder hebben gedaan. En laat andere mensen maar die fout maken om ja. talent te spotten. Dat is ook zo ziek toch dat je dan een heel moeilijk antwoord verwacht. Ja. En dan zegt hij gewoon, ja, dat doe ik niet. Dus Simpel vaart. Ja. ja, dat is gewoon pure <laughs> gewoon mastering of ja, gewoon je eigen filosofie. Maken. Precies, ja. gewoon dingen kunnen uitleggen mm -hmm. in simpele vorm. Um, om het te eindigen heb ik vijf favoriete quotes. Um, wil jij of ik zal ik ze voorlezen? Jij ja, mag ze voorlezen, want dan okay. ga ik in de tussentijd kijken of ik ook nog even één lievelingsquote heb. Yes. Um, visionaire zakenmensen zijn altijd goed in het ontdekken van kansen te midden van elke ramp. Dus waar we het net over hebben. Als je een goede zakenman bent, dan in een ramp zie jij opportunity. Uh, quote nummer twee... De grootste beloning van ons harde werk is niet wat we krijgen, maar wat we worden. Quote nummer drie... Mensen die opklimmen in welke industrie dan ook, zijn volledig toegewijd aan wat ze doen en tonen toewijding. Hebben oprechte liefde van het werk dat je doet. Succes zal vanzelf volgen. Dus precies wat hij zei. Met zijn job day, extreme passie gewoon voor überhaupt het idee van werk, waardoor werk ook nooit als werk voelde. En hij ontelbaar lang door kon gaan, totdat hij uiteindelijk succes zou behalen. Uh, quote nummer vier: Een onderneming is als een slagveld. En het doel van strategische doelen is het creëren van de meest gunstige toestand voor jezelf. Dat is die Alexander Napoleon mentaliteit. Weet je, kies maar zelf of je het wel of niet wil gebruiken. Ik heb persoonlijk de keuze genomen om het wel te doen. Jij is nog eens de een twijfels, maar ik ga hem overha overhalen. <laughs> dat, dat komt al goed. Dat komt al goed. Binnenkort, <laughs> world domination. Um, quote nummer vijf. <laughs> We worden voor. We worden voortdurend geconfronteerd met grotere kansen die briljant... We worden voortdurend geconfronteerd met grotere kansen die briljant zijn, vermond zijn als onoplosbare pro problemen. Mm, dit is letterlijk de basis van Zero to One voor volgende keer mm. in ieder geval. Het is interessant. Dus dat grotere kansen die briljant vermond zijn als onoplosbare problemen. Dus in problemen zit kans. Ja, hij heeft het Pierre heeft over secrets van mensen die um, denken dat ze niks kunnen bereiken, denken vaak dat alles al is opgelost. Ja, want dat is eigenlijk innovatie is eigenlijk gewoon problemen oplossen op letterlijk, een nieuwe manier. Letterlijk dat. Ja, daar zullen we het volgende keer dieper over hebben. Oké, okay, ik heb ja. een paar quotes gevonden die mij het meest uh, aansproken. Of hoe zeg je dat? Die Aansprak, ik gewoon. Nederlands is onze zo slecht. Nederlands is fucked top, we lezen alleen maar Engels. Maar ja, gewoon... dat is ook wel. Daarom, ik ga echt vanaf nu proberen Nederlands te <laughs> <aan> lezen. <laughs> Dit zijn in ieder geval mijn lievelingsquotes. Wat zij van zichzelf vinden. zal er ook voor zorgen dat anderen op dezelfde manier over hen denken. Waar we het mm. net eens over hadden gehad. Ja. Uh, hij had het ook heel veel over enthousiasme. Dus de output van dingen is vaak gelijk aan ons enthousiasme. Interesse en enthousiasme zijn belangrijker dan intelligentie. Oké, okay, zo heeft hij het niet letterlijk verwoord, maar daar kwam het op neer. Ja. Plan boldly. Do carefully of execute carefully. Mm -hmm. En dan de laatste. Alleen als je kunt verdragen wat mensen niet kunnen. kun je doen wat mensen niet kunnen doen. Nog één keer. Alleen als je kunt verdragen wat mensen niet kunnen verdragen, kun je doen wat mensen niet kunnen doen. Uh, dus als, als jij problemen kan handelen die andere mensen niet kunnen handelen, dan kan je het bereiken wat andere mensen niet kunnen bereiken. Ja. Als jij de dingen wilt doen die andere mensen niet wil doen. Ter consequentie zal je behalen wat andere mensen ja, niet zullen behalen? Hij had het gewoon ook over pijn, zeg maar. Als je endure is verdragen, of mm -hmm. van als jij um, gewoon datgene kan ervaren, dan kan jij datgene doen. Het is allemaal heel simpel, zeg maar. Het klinkt ook allemaal zo logisch en zo. Maar je moet herinnerd worden. Maar, ja, ik weet niet. Op een of andere manier vind ik die, vind ik die simpelste quotes juist het interessantst. Omdat dat zijn ze, die one-liners. Ja, dat is het echt. D daar is ook een heel onderzoek over gedaan. Qua als je dan een presentatie van iemand hebt... je vergeet 99%, maar je onthoudt die one-liners. Nee. Je onthoudt die gekke statistiek. Van uh, Wilco, die we hadden op de podcast... die de K2 heeft geklommen. Wat onthoud je? Eén op de vier mensen gaat dood op, dat ber op die berg. Dat, dat soort kleine one-liners... die hebben zoveel kracht. Daarom de kunst van... Um, kunst van schrijven, de kunst van uh, spreken. spreken is zo, zo, zo waardevol. Want je hebt het gewoon nodig als je mensen wil overtuigen. En dit boek zit vol met one-liners. Ja. Dus echt jams. Ja, ik raad iedereen en, aan. Ik ga dit boek echt tien keer nog kopen en aan mensen weggeven, 100%. En nogmaals, als je de, het boek nog niet te pakken kan krijgen of wat dan ook... dan zou ik de Founders-aflevering zeker aanraden over Rockefeller. 100%. Um, ik wil jullie bedanken. Heb, heb ja. je nog wat toe te voegen? Was dat een... Niet echt. Ik heb zin nee? in de volgende aflevering over Zero to One. Ja. Ik vond het een heel uh, heel leuk boek. Dus, uh... Join allemaal onze boekclub. Ja, abonneer op Badweters, maar ook op Sharif's YouTube kanaal. Ook en op, op mijn YouTube -kanaal. YouTube kanaal. Want we zijn veel content aan het. Uh, ja, ja, ja. we zijn iets meer nog actief op de podcast. We hebben nu één aflevering per week. Mm -hmm. Maar op de YouTube kanaal zitten we beide op drie, twee video's per week. Ja. Dus gewoon nog meer video's, nog meer ideeën. Uh, we zitten nog op een leeftijd dat je het misschien nog geen wijsheid kan noemen... maar meer gewoon bij brainstormen en we spuwen het uit naar de wereld... en dan of je het wel of niet hard vindt. Precies, je verder blijven. begon ook jong. Precies, en uh, denk, de kunst is vooral dat wij heel veel ideeën uh, van andere mensen... Uh, vertalen in een manier wat meer misschien aantrekkelijk is voor de jongeren. Ja. Dat is de kunst. En wij zitten nog op een leeftijd dat we misschien nog niet genoeg hebben meegemaakt om uit eigen wijsheid te spreken. Maar ik denk wel dat we um, heel veel kunnen halen uit wijsheid verspreiden van andere mensen voor ons. En dat op een leuke manier vertellen. Zodat andere mensen ook wel naar kunnen hebben. <laughs> 100 procent. Je had het net over: je kan niet alleen maar plannen, je moet ook dingen doen. Dus het is ook niet alsof wij alleen maar lezen en dan vervolgens. Ja, over tien jaar zijn we dan niet wijzer geworden, zeggen we dezelfde dingen. Maar omdat wij ook gewoon in het leven dingen doen, zullen ons principes ook veranderd worden, bijgescherpt worden 100%. Dus daarom is het ja. waardevol om ons te checken en ja. op die bel te drukken en elke video te kijken. Ja, want dat is wel even het laatste wat ik wil toevoegen, want als mensen denken, mensen denken vaak als je een podcast of als je een YouTube video's maakt dat je denkt dat je alles onder de knie hebt. Dat zijn onze video's en onze afleveringen totaal niet. Onze video's zijn gemaakt zodat jij over 30 jaar onze video's kan terugkijken. En in onze hele journey kan zien van... hey, hier kom je met een dom idee, of hey, hier kom je op zich gewoon met een slim idee. Weet je wel? Precies. Dat is het. Het is gewoon: we filmen onze eigen documentaire om gewoon later terug te kunnen kijken. Oprecht dat gewoon. Oprecht dat. Ik wil ook, en ik wil er niet te veel over zeggen, maar binnenkort ben ik van plan om een nieuwe serie op mijn YouTube te beginnen. Waarin ik gewoon alles ga laten zien wat ik ga doen om succesvol te worden. En wat je gewoon terug kan zien voor nee. altijd. Dus ga Gof, checken. Red. Let's go. Let's go. Dank je wel.